Verder is ons verzocht te lezen uit het eerste Bijbelboek genaamd Genesis en daarvan het 37e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Wij noemden nu Genesis 37, de versen 1 tot en met 18. En Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen zijns vaders in het land Kanaan. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. Jozef, zijnde een zoon van 17 jaar, weidde de kudde met zijn broeders en hij was een jongeling. Met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, zijn vaders vrouwen. En Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms, en hij maakte hem een veelvervigen rok. Als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haten zij hem en konden hem niet vredelijk toespreken. Ook droomde Jozef een droom die hij aan zijn broeders vertelde, dies haten zij hem nog te meer. En hij zeide tot hen, hoor toch deze droom die ik gedroomd heb. En zie, wij waren schoven, bindende, in het midden des velds. En zie, mijn schoof stond op en bleef ook staande. En zie, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. Toen zeiden zijn broeders tot hem, zult gij dan ganselijk over ons regeren, en zult gij dan ganselijk over ons heersen? Zo haten zij hem nog te meer om zijn dromen en om zijn woorden. En hij droomde nog een andere droom en verhaalde die aan zijn broeders en zeide, zie, ik heb nog een droom gedroomd, en zie de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neder. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broeders verhaalde, bestrafte hem zijn vader en zeide tot hem, wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, doch zijn vader bewaarde deze zaak. En zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Zo zeide Israël tot Jozef, weiden uw broeders niet bij Sichem, kom dat ik u tot hem zende. En hij zeide tot hem, zie, hier ben ik. En hij zeide tot hem, ga toch heen, zie naar de welstand van uw broeders en naar de welstand van de kudde en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal van Hebron en hij kwam te Sichem. En een man vond hem, want zie, hij was dwalende in het veld. Zo vraagde hem deze man, zeggende, wat zoekt gij? En hij zeide, ik zoek mijn broeders, geef mij toch te kennen waar ze weiden. Zo zeide die man, zij zijn van hier gereisd, want ik hoorde hen zeggen, laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging en zijn broeders na en vond hen te Dothan. En zij zagen hem van verre, en eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te dolden. Tot zover. Wij gaan met elkaar zingen van Psalm 22 en daarvan het 12e en het 15e vers. Gij die God vreest, gij alle vreest de Heer, dat Jacob's zaad zijn grote naam vereert, ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Wie mij veracht,
God wou mij niet verachten, nog oor, nog oog. Van mijn verdrukking wende, maar heeft verhoord. Wanneer ik uit de ellende riep naar omhoog. En wat er verder volgt. In 15e, 22, vers 12 en 15 inmiddels krijgt u gelegenheid uw liefde gaven af te zonderen. De Heer zegene u en uw gaven.
gemeenten, het was de bedoeling, als de Heer het geeft, om bijbellezing te houden over Jozef. En dan willen we in dit avontuur daarmee aanvangen uit het u voorgelezen schriftgedeelte Genesis 37, daarvan de verzen 1 tot en met 11. Wij lezen u alleen het derde en het vierde vers. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms en hij maakte hem een veel verviger rok. Als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeder lief had, haatten ze hem en konden hem niet vredelijk toespreken. Tot zover. In dit schriftgedeelte worden wij bepaald bij Jozefs gedrag en dromen en wat dit betekende voor zijn broeders en zijn vader Jacob. We willen letten op een drietal gedachten. Ten eerste de voorliefde van Jacob tot Jozef. Ten tweede, de dromen van Jozef en de betekenis en wat dit uitwerkte. En ten derde, wat Jacob deed. Wat deed Jacob dan? Doch zijn vader bewaarde deze zaak. Kunnen we er wel bij zeggen in zijn hart. Zo is het dan de Bijbellezing aangaande Jozef. Die zulk een grote plaats heeft ingenomen, niet omdat Jozef op zich zoveel bijzonders was en meer was als een ander, maar omdat de Heere door middel van Jozef zijn raad volvoerde. En wat we dan steeds nader zien ontwikkelen. We denken het verbond met Abraham gesloten. Hoe dat al meer tot ontwikkeling gekomen is in het leven van Isaac. Nog meer in het leven van Jacob. Zodat we daar in die gouden draad kunnen opmerken. Want het gaat uiteindelijk om de vervulling der belofte. Wat voor belofte? Wel de komst van de Messias, de komst van Christus naar de belofte des Heren. Want alleen in hem is alle gerechtigheid vervuld. Alles wees ook onder het oude verbond heen naar hem. Dan is het niet in de eerste plaats Abraham, Isaac, Jacob of Jozef of Juda, maar het is de gouden draad. Door de strijd en door de verdrukkingen heen naar de vervulling der belofte, zoals het Gode behaagt. Ook zijn belofte, er moet er in ieder geval een belofte zijn, en van de hemel gekregen zijn, dat de Heere zijn belofte vervullen wil, maar door het onmogelijke heen. Dat zien we ook onder de Bijbel heiligen. God is niet na te rekenen, maar van achteren kan dan wel eens getuigd worden hoe groot en vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. En Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen, zijn vaders,
in het land Kanaan. En wanneer deze geschiedenis plaatsvindt met Jozef, waar Jacob ontzaggelijk veel zorg en verdriet van gehad heeft, dan woont hij ongeveer 11 jaar in Kanaan. Hoewel hij niet zijn bezitting kan noemen, maar hij woont er. En hij woont er ook niet als een illegale, maar hij woont hier naar de bestemming des Heren. Hij mag er wonen, maar een land van vreemdelingschap. Wat betekent dat eigenlijk, gemeente? Wel, Jacob mocht daar wonen, hij mocht daar verblijven, en dat Kanaan, het beloofde land, wat uiteindelijk heen wees naar het Kanaan, het hemels Kanaan hierboven. Want al zouden ze hier op aarde in Kanaan gebleven zijn en niet gestorven zijn, dan zou het nog zijn en blijven een land der vreemdelingschap. Want de domicilie van de kerken Gods is niet op aarde, maar is in de hemel. Al was het dan een afschaduwing, dat land der belofte, en wat ze dan erfelijk mochten bezitten en daar wonen, Jacob, die woonden in een land van vreemdelingschap. Daar kwam dus in uit dat het rechte leven hier voor hem niet gevonden werd. Die man die heeft dienaangaande altijd geleefd in een gemis. Hij is het wel aan de weg gekomen dat het volmaakte hier niet gevonden werd. Want wat heeft Jacob veel door de verdrukking gemoeten. Wat heeft hij veel druk en kruis moeten ervaren in zijn leven. Wat is het voor hem ook de waarheid geworden. Moeite en verdriet. Ene was nog niet voorbij. Of het andere, dat stond weer voor de deur. En dat hij op het laatst uitroept, nee, dat was niet goed van Jacob natuurlijk. Al deze dingen zijn tegen mij. En dat Jacob tegen die dingen was, dan moest de Heer hem ook nog brengen. En dan bekend worden. Maar het is wel zo ver gekomen dat hij mocht uitroepen: op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Die heeft hij hier niet ervaren. Hij heeft erop gewacht. En heeft het ook verkregen in de belofte om in te gaan in eeuwige heerlijkheid. Dat Kanaan, dat is voor hem geen land van vreemdelingschappen meer. Daar voelt Jacob zich thuis. En dan mag hij eeuwig thuis blijven. En dat mag hij eeuwig dan ook ervaren. De volheid, de volmaaktheid. En om God drie enig te verheerlijken. Het staat hier in de schrift niet voor niets natuurlijk. En Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen. Zijn vaders, Isaac vanzelf, in het land Kanaan. Gemeente, wat is het een voorrecht wanneer we hier ons vreemdelingschap mogen beleven. En nu geldt dit voor al degenen die mogen liggen onder de zaligmakende waarheidding van de Heilige Geest. Maar het vreemdelingsleven en het vreemdelingschap wordt niet altijd beoefend.
Er kunnen ook tijden zijn in het leven van Gods kerk dat ze zich niet zo erg vreemdeling voelen. Dat ze het nog wel aardig naar hun zin hebben, maar dan staat het geestelijk leven niet op een hoog pijl. Dat is eraan verbonden. Hoe meer dat Gods kind zich hier thuis voelt, hoe slechter dat het erbij staat aangaande de praktijk van de vreze Gods. Maar dat die tijden ervaren worden, want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Ach, dat ik derwaarts weer geleid. Teken dat het geweest is en gebeurd is. Dan zou mijn mond u de ere geven. Vreemdelingschap. Dat kan alleen maar in de weg van genade. In de weg van waarachtige vernieuwing des harten. In de weg van waarachtige bekering. Ik ben, o Heer, we hebben het gezongen, dus dat was niet alleen bij Jacob, maar dat was ook precies hetzelfde bij David. Ik ben een vreemdeling hier beneden. Had u gewoon op reis mij niet ontbreken. Wat een eeuwig wonder, gemeente. En ook jongens en meisjes, om hier is, al is het ook in de jeugd, ons een vreemdeling te gevoelen, om dat in te leven. Dat betekent dat we ons thuis hier niet hebben, maar het rechte leven, lieve loven, is daar waar men eeuwig Jezus ziet. De Heere werken door zijn geest ook onder ons, dat er nog van zulke vreemdelingen geboren mochten worden en bearbeid worden door de Heilige Geest, opdat wij hier mogen leren wat Jacob heeft moeten leren en al degenen die hier met genade begiftigd mogen worden. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. Jozef, zijnde een zoon van 17 jaar, weidde de kudde met zijn broeders. En hij was vanzelf nog jong, dus die broers, die hebben hem het moeten leren. Het herdersleven, om de kudde te weiden, de zorg te hebben over de kudde. De verantwoording die het meebrengt. En ook waarheen de kudde te leiden, omdat de kudde weide mag vinden. Niet waar, daar was ook lering toe nodig. Hij was dus nog maar 17 jaar oud. En een gevaarlijke leeftijd, niet waar, ouders? Met een zoon en een dochter hebben van zeg 15 tot 18, 19 jaar, van een gevaarlijke leeftijd, een moeilijke leeftijd. Men noemt het ook wel de puberteitsjaren, en de ene die verkeert daar langer in als de andere, dat is ook onderscheiden, maar wat is het een moeilijke leeftijd. Wanneer onze kinderen denken dat ze het zelf weten, en dat ze het zelf wel kunnen, en dat ze eigenlijk geen leiding meer van nodig hebben, en dat ze zelf wel kunnen uitmaken wat goed en wat niet goed is. Men zegt wel eens tussen pruimen en krenten, juist wanneer men de leiding van de ouders het hardst nodig heeft, dan denkt men dat niet meer nodig te hebben. Men is juist het hardste nodig. Jozef, 17 jaar oud, weidde de kudde met zijn broeders. Nou, dat mag. Dat is ook een geoorloofd beroep. Niet waar, het herdersleven? Een geoorloofd beroep. Hij weidde
dan de kudde met zijn broeders, en hij was een jongeling met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, zijn vaders vrouwen. En Jozef bracht haar kwaad gerucht tot haar vader. Natuurlijk niet zo mooi. Als je door je broer verraden wordt, dat is niet zo leuk. Dat is de weg om ruzie te krijgen en haat en nijd te krijgen onderling. Want dat is zo'n gemeen werk. Als de broers elkaar gaan verraden en het gaan vertellen bij de ouders, die kun je niet meer vertrouwen. Die kun je nooit meer vertrouwen. Je kunt nooit geen kwaad meer uithalen, want je vertrouwt het niet meer. Wanneer die ene erbij is, wat moet er dan gebeuren? Wel proberen die ene kwijt te raken. Het enige weg. Je moet natuurlijk vertrouwd met elkaar kunnen omgaan. Kattenkwaad uithalen, wat het dan ook is. Dan moet je elkaar vertrouwen kunnen. En dan staat er van Jozef. En wat was nu Jozef? Welgemeente, jongens, meisjes. Jozef was een jongeling die de Heere vreesde. En dan zult je misschien al ras zeggen, ja, dat valt me nu helemaal tegen. Als het dan ook nog een jongeling is die de Heere vreest en dan de broers verraden, dan weet ik het niet meer. Als dat dan ook genade is. Maar wacht eens even. Wat heeft Jozef met zijn broeders besproken? Waar heeft Jozef zijn broeders op gewezen? Jozef zijn broeders ernstig vermaand. En dat vanwege de vrezen des Heeren, die het kwaad niet gedogen kan. De vrezen des Heeren die verkrijgt ook een geheiligde vrijmoedigheid. Als we de vrezen des Heeren in de praktijk missen, al hebben we dan genade verkregen, dan hebben we niet zoveel vrijmoedigheid om te waarschuwen tegen de zonde. Dan zit er iets tussen. Dan laten we maar liever voor hetgeen wat het is. Al veroordeelt onze consciëntie ons. Maar dan laten we wat lopen en gaan wat niet in orde is. Hoe dichter bij de Heer te mogen leven, hoe vrijmoediger dat we dan ook mogen worden. Niet brutaal, dat is weer wat anders. Nee, vrijmoediger. Een geheiligde vrijmoedigheid. Nu, Jozef die zou deze broeders wel vermaand hebben. Ze hebben in ieder geval geleefd en dingen gedaan die niet door de beugel konden. Ik geloof vast niet dat Jozef om een kleinigheidje een kwaad gerucht van zijn broeders overbracht bij zijn vader. Zou heus wel nodig geweest zijn. En jongens en meisjes, het zal voor Jozef heus geen leedvermaak geweest zijn en om zelf een wit voetje te halen bij zijn vader. Want we moeten dit natuurlijk vasthouden, dat deze jongeling de Heere vreesde. De naam des Heeren die kan daardoor onteerd en aangetast zijn geworden door hun spreken of handelen, wat er dan ook is gebeurd. En dat Jozef daarom zijn vader over de gang van zaken op de hoogte gesteld heeft. En nu kan men dat vanzelf
verraden noemen. Ja, als er iets gebeurt wat ons niet aanstaat, ja, dan heeft allicht een ander het gedaan. Hadden we het zelf maar gedaan, en konden we dan Jozef maar gelijk geven, en zeggen, ja broer, we zijn het er eigenlijk niet mee eens, we hadden je veel liever een pak slaag gegeven. Ja trouwens, er komt nog wel wat hoor. Maar je hebt toch gelijk. Het is niet onbillig. Want wat er gebeurd is, dat is ook niet goed. Zonde. Zondige tegen God. En dat was voor Jozef het ergste. Waar was het Jozef om te doen dat misschien door tussenkomst van vader Jacob ze tot een ander leven mochten geleid worden. En dat ze hun verkeerde spreken of handelingen zouden nalaten. En dat Jozef in dat opzicht als de jongere geen bepaald overwicht gehad heeft op die broeders. Wat er dan ook gebeurd is, maar hij heeft het gemeld bij zijn vader. Hij bracht een kwaad gerucht tot haar vader. En Israël had Jozef lief. En ook komt er iets. Dat is jammer. Dat is jammer. En Israël had Jozef lief. Gelijk zijn andere zoon. Ja, als dat er maar stond. Maar dat staat er niet. Hij had Jozef lief boven al zijn zonen. Dat is mis. Gemeente ouders, daar komen brokken van. Wat een nasleep kan hebben van jaren en nog eens jaren. Wat is Jacob dan als vader? Wel onvoorzichtig. Jacob die heeft dat niet met moedwil gedaan. Maar hij heeft de consequenties die eraan verbonden waren niet voldoende doorzien. En dan Jacob. Ja, Jacob. Die Israël geworden is. Maar ook een mensenkind hoor. Een mensenkind. Wat zijn daar alle ellendigheden uit voortgekomen. Dat ouders één kind hebben wat boven alle anderen uitsteekt. Dat behoeft altijd niet te bestaan in zeer bijzondere dingen. Het kan al bestaan bijvoorbeeld in de naam. Die heet naar mijn vader die al zo lang overleden is. En dat laat het ook nog een bekeerde man geweest zijn. Of de dochter, maar de moeder of grootmoeder. Een bekeerde vrouw geweest. Of een bijzonder goed mens geweest. En naamgek, zoals men dat dan noemt. En dat de andere kinderen dat altijd merken kunnen. Juist die ene. Die ene broer. Die ene zus. Denk alsjeblieft niet dat het alleen maar toen gebeurd is bij Jacob aangaande Jozef hoor. Alleen hoop ik wel van harte dat u het niet geldt, ouders. Zoals Jacob dit gedaan heeft bij Jozef. En natuurlijk, Jozef, dat was een kind van Racheltje. In den ouderdom verkregen. Wat is Jacob te verblijf mee geweest. En Jozef een kind wat blijk mocht geven van de vrezen des Heren. Nou dat is dan ook een uitnemend voorrecht. Als je een kind erbij mag hebben. En je kunt eraan merken. Meer merken trouwens als horen wellicht. Maar merken dat het kind anders is als de andere.
dat je kunt merken iets van de vrezen des Heeren in het jonge leven, prils van de jeugd. Wat zullen de ouders daarop zien? En waar we dan als ouders ook nog veel mee kunnen bederven, hoor. Er is eens een vrouw geweest, een bekeerde vrouw, een geoefende vrouw. En die geloofde dat haar zoon zou worden toegebracht. En die geloofde dat het een uitverkorene was. En dat heeft ze ook verteld tegen de zoon. Dat is al mis vanzelf. Maar wacht maar even. En die zoon die heeft bij zichzelf gedacht, zie zo, dan zit het met mij wel goed. Dan ga ik er eerst nog eens van nemen. Dan ga ik eerst nog eens de wereld dienen. En eens bekijken wat er in de wereld te koop is. Mijn hart ophalen in de wereld en in de zonde. En in plaats dat er blijken zijn geweest dat die persoon toegebracht geworden is, is die in zijn zonden en ongerechtigheid gestorven. Ja, wees maar voorzichtig, ouders, volk des Heren, bijzonder, wees maar voorzichtig. Wat kunnen we er ontzaggelijk veel aan bederven? Want het blijkt toch, het is toch gebleken dat het niet waar was. Dacht u dat het een uitverkorene kon zijn? Ik heb het er niet over als het een heel klein kind is. En anders, de Heer in de harten van zijn volk soms getuigenis geeft. Ook niet altijd hoor, alleen als het Goden behaagt. Maar wanneer iemand volwassen is. En hij sterft in zijn zonde en ongerechtigheid. En daarin geleefd. Wie geeft dan het recht om zelfs nog te hopen dat het een uitverkoren vat zou zijn? Laten we voorzichtig zijn. Dat zijn allemaal van die lessen. En het is goed om dat even te onderstrepen, om dat eens te noemen. Het is bijbellezing. Wat kunnen we veel bederven door dat mondje. En ik denk dat het ook van die moeder, het is wel te begrijpen, meer een vurig wensen geweest is dan in de dadelijkheid geloven. Het had wel kunnen zijn dat zo iemand in de wereld geleefd had en zeggen vooruit jongens er nog eens van nemen. En als God hem dan gearresteerd had, dan denk ik aan Augustinus. Wat heeft die ook een slordig, goddeloos leven geleid. Maar die had een biddende moeder, Monica. En uiteindelijk is Augustinus een halt toegeroepen. Tot hiertoe en niet verder. En het is een licht geworden aan de kerkhemel. En daarvan is onbekend dat Ambrosius daarvan gezegd heeft. Dat een kind, want dat wordt wel eens meer uitgedrukt. En dat wordt natuurlijk wel goed bedoeld hoor. Dan wordt er gezegd dat een kind van zoveel gebeden niet verloren kan gaan. Ja, maar dat heeft Ambrosius niet gezegd. Wat heeft hij dan gezegd? Een kind van zulke gebeden. Van zulke gebeden. Ze het kind heeft opgedragen. Maar van zulke gebeden. Dat ze ook wel eens mocht vallen aan de zijde gods. En het recht Gods liever had gekregen. Dan de rijke zaligheid. En dat gaat uit boven de kinderen. En wat gebeurt er nu?
En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms. En hij maakte hem een veel verviger opter, heb ik al. Het komt licht uit en het komt licht openbaar als er een van de kinderen geliefd is boven de anderen. Die stop je eens wat extra's toe. Die geven eens een bloesje of een japonnetje extra. Of als het een jongen is, een kostuum extra, of wat het dan ook zijn mag. Maar wel zo dat de andere kinderen het merken heeft. Ik geloof dat mijn ouders van die broer of die zus meer houden en er meer mee op hebben als met mij, met ons. En dan onder elkaar, als ze de kans krijgen, dan wordt er over gesproken. Zeg, wat denken jullie van Jozef? Wat denken jullie van Jozef? Hebben jullie het niet in de gaten? Die veel verviger rok. Want dat wil zeggen, dat was een rok. Die liep ook wat de kleuren betrof in de gaten, hoor. We zullen maar zeggen helle kleuren. Denk maar aan rood en geel, aan oranje. Enzovoort. Dat vloeit niet voort als er op aankomt uit de schapen. Ouders, ook een les in ons leven. Want die helle kleuren die men zoekt om de kinderen daarmee te kleden, dat wreekt zich later. Het is een typisch verschijnsel onder de heidenen en degene die dus niet tot de beschaafde wereld behoren, dat men verzot is op helle kleuren. Dat komt ook vandaag aan de dag nog uit. Men heeft het liefst helle kleuren. Denk aan rood, wat ik gezegd heb, aan geel, aan oranje enzovoort. Meer beschaafdheid brengt ook tot meer deftigheid. Dat komt ook tot uitdrukking in de kleding. Ouders, want de kinderen die moeten gevormd worden als ze klein zijn en opgroeien, toch? En zeg dan niet, jammer, het zit er niet in een rode jurk of een gele, knalgele enzovoort, noem maar op. Of alle kleuren bij elkaar. Nee, het zit er niet in dat japonnetje. Of laat het voor een jongen zijn wat anders, maar het zit in ons. Hoe beschaafder dat we als mens mogen zijn, zal ook uitkomen in de keuze van kleding. Ook de ouders ten opzichte van de kinderen. Ga nu ook weer niet overdrijven. Ik heb het er niet over dat het zwart moet zijn. Zou een voorrecht zijn als het van hunzelf uit mocht gaan. Ga in zwart door rouw in klagen. Door de landstreek de Jordaan. Maar ik heb het dan niet. Ik heb het over eenvoudig. Dan vallen die helle kleuren vanzelf al weg. Niet waar, jongens, meisjes? We hoeven niet lang over te spreken, dat valt vanzelf weg. En daarmee wordt toch in de keuze waarmee de ouders de kinderen leiden en opvoeden, ook in de keuze dus van kleding, worden de kinderen gevormd.
En dat zal dan ook in het latere leven, dan zijn er altijd bijzonderheden vanzelf, in het latere leven zal zich dat toch ook voortzetten. En dan mag dat zijn wel eens tot vreugde van de ouders, wat dan eenvoud. Ben je dan bekeerd, daar hebben we het niet over. Daar hebben we het nu niet over. We behoren allemaal bekeerd te zijn. Dan mag niemand van ons onbekeerd zijn als het daarover gaat. U zult zeggen, ja, dat is ook wat zo'n veel verder gerokt. Ja, dat is het juist. En laten we er toch acht op geven. Ook op die dingen, op die zaken. En waarom is het in liefde? En dan preek ik ook voor mijn eigen hoor. Je moet niet denken dat ik altijd ook in het preken altijd maar een ander bedoel. Ik moet ook voor mezelf preken, voor mijn gezin preken. Dus daar hoeft u geen punt van te maken. Want het is voor ons allen. Maar wel goed als we erop mogen letten en erover nadenken. Hij gaat een veel verviger rok maken. Wel nu, dat is waarschijnlijk een rok geweest die dan tot op de enkels hing en tot aan de polsen. Dus het was een rok waar hij mee pronken kon, Jozef, geweldig. En dan kunt u wel weer eraan toevoegen, ja, maar heeft Jozef dat dan zelf aanvaard? Want u hebt toch zo even gezegd dat die man de Heere vreesde? Kan dat dan gepaard gaan met genade, met de vrezen Gods, om zo'n hoepelrok aan te trekken? Met allerlei kleuren, felle kleuren. We hebben niet gezegd, gemeente, dat Jozef een volmaakt mens was. Al mocht Jozef dan bedeeld zijn met genade, dat wil niet zeggen dat het een volmaakt mens was. En dan in de leeftijd van 17 jaren, dat men zo graag mooi is. Jozef zal later er nog wel eens aan gedacht hebben, aan die rok. Ik geloof niet dat hij hem lang aangehad heeft. We kunnen die jongheid en dan kan er ook een beginsel zijn van het nieuwe leven van de vrezen des Heren. En dan kan men wel eens wat doen, ook als men jong is. En allerlei binnenpraters en van buitenaf soms. En je kunt al leven wel bekeerd zijn, hoef je dit niet te doen en dat niet te laten, ben je mal en je bent nog jong. Wat kan er soms al gebeuren? Maar over het algemeen is het maar kort. Want het gaat niet. Het gaat niet. Het kan niet. Jacob, wat speel je een gevaarlijk spel. Want de broeders die worden nijdig op Jozef, geweldig. Dat loopt zo geweldig in de gaten. Juist door die veelvervige rok, die heeft niet één van zijn broeders ooit gehad. Nooit. Maar Jozef wel. Kunt u het begrijpen, ouders, en ook jongens en meisjes, dat dit een wrevel verwekt heeft bij zijn broeders? Daar het dus duidelijk merkbaar was dat hij werd voorgetrokken boven de anderen. Want die mensen van toen waren ook niet anders als van nu. Dit ontmoeten wij wanneer het gevonden wordt. Ik hoop van niet, maar wanneer het gevonden wordt, precies hetzelfde. Wat een ellende in gezinnen is daaruit voortgevloeid.
Als nu zijn broeders zagen dat haar vader hem bovenal zijn broeders lief had. Nietwaar, want ze hebben de ogen natuurlijk ook niet dicht en de oren toegestopt. Denk erom dat er aan de kinderen minder ontgaat, ouders, dan wij menigmaal denken hoor, al zeggen ze er niets. Als nu zijn broeders zagen dat haar vader hem bovenal zijn broeder lief had, haten zij hem en konden hem niet vredelijk met vrede toespreken. Nou, dat is natuurlijk wel moeilijk. Kunt u het zich indenken als je nou een haat krijgt tegen iemand, dat je niet meer luchten of zien kunt bij wijze van spreken, om hem dan met vrede toe te spreken, dat valt niet mee. Daar is wel een beetje zelfverloochening voor nodig om dat te kunnen. Dan moet je jezelf wel helemaal opzij zetten en zeggen, nou ja hoor eens, het is toch onze broer, vooruit, morgen is misschien weer anders. Nee, het heeft haat gewekt. Dit is dus ook niet, gemeente, van de ene dag op de andere hoor. Dit heeft al een sleep, dit heeft al langer gebroeid en dat is nu als het ware tot een climax gekomen. Juist door die veelvervige rok. Jacob die zal wel eens gedacht hebben, mensen, wat ben ik begonnen? Wat ben ik aan begonnen? En het was met de liefde van zijn hart allemaal waar. Maar de gevolgen die het gehad heeft, ontzettend. En, u kunt me dan tegenwerpen, ja maar, luister eens. Lacht dan dat alles ook niet onder het voorzienig bestel des Heren? Moest dit nu allemaal niet zo geschieden, opdat de Heren daarin zijn raad volvoerde? Dan hebt u gelijk, dan zeg ik ja. Maar die broeders van Jozef hebben dat niet gedaan om daarmee te betuigen, we moeten de raad Gods uitdienen, dus we moeten maar goed tegen Jozef de keer gaan en hem zien kwijt te raken. De meest onbetamelijke wijze. Zo hebben die broeders niet te werk gegaan hoor. Die hebben naar eigen zin en wil en in hun boosheid en in hun nijd hebben ze daar blijk van gegeven aan het adres van Jozef. En denk erom dat Jacob er erg in had hoor. En wat is dat voor ouders als ze merken dat de kinderen het voorzien hebben tegen één. Met het witte voetje. Die ene die er altijd bovenuit steekt, die door de ouders altijd in bescherming genomen wordt enzovoort. Die het altijd goed doen. En als het is niet goed is, maar bedekt wordt. Op school als ze het niet goed doet of dat de meester wat doet, dat kan niet. Dat doet mijn kind niet. Je blijft van mijn kind af. Want juist dat kind, nee, dat is onmogelijk. En zo werkt dat haat en nijd. Ze konden hem dus niet vredig toespreken. En wat gebeurt er dan? Ze waren dus boos. Maar er komt nog meer. En hij zeide tot, en ook droomde Jozef een droom die hij zijn broeder vertelde. Die haten ze hem nog te meer. Dan gaat Jozef vertellen de droom die hij gedroomd had. En wat dat voor hem betekende. En wat heeft hij dan gedroomd? Wel, We waren schoven bindenden in het midden des velds. En ziet mijn schoof stond op en bleef ook staande.
en ziet u schoven, kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. Toen zeiden zijn broeders tot hem, zult gij dan ganselijk over ons regeren? Zult ge dan ganselijk over ons heersen? Zo haten ze hem nog te meer om zijn dromen en om zijn woorden. Dus de haat die werd nog groter, doordat hij met die droom kwam en het vertelde. Ook wel een teken van de jonkheid. Niet waar, want dat komt ook openbaar in het leven. Hij is 17 jaar oud ongeveer. Wat onervaren vaak, onvoorzichtig. Jozef die wist al de gespannen toestand die er was, want dat heeft Jozef natuurlijk wel gemerkt. Hoe de broeders hem mijden en hem aanspraken, een afkeer te kennen gaven, dan zouden we als meer rijperen van leeftijd zeggen, nou, als het niet strikt nodig is, dan spreek ik er maar niet over wat ik gedroomd heb. Want gezien de toestand die al zo gespannen is. Nee, Jozef die gaat daarbij dus nog vertellen van die schoof. En dat was Jozef. En dan zijn broeders die schoven stonden eromheen. En die bogen zich voor Jozef. U kunt begrijpen, gemeente. Die broeders die ploften bijna van vijandschap en van ijs. Ontzaggelijk. Dat ook nog. Want ze hebben wel begrepen waar het om was. Hij de man, hij de schoof die over hen bleef voor. En wij een schoofje dat moet voor hem buigen. Wij zullen voor hem op de knieën moeten. Dat is ook wel gebeurd hoor. Want het was niet zomaar. Wij hebben hier nu het geopenbaarde woord Gods. Dat was er toen nog niet. Dus dan openbaarde de Heere zich ook in dromen en gezichten enzovoort. Om zijn werk bekend te maken. En dat de Heere door middel van het onmogelijke zich bedient om zijn raad uit te voeren. Wel nu, ze hebben hem nog te meer gehaald. En nu is Jozef, gemeente, die is een type van de Christus. Die meerdere Jozef. Niet waar, want die lijn moeten we ook in de behandeling met de bijbellezing van Jozef vasthouden, vastzien te houden. Als we dan zien hoe dat de Vader zijn Zoon lief heeft. En dat de Vader het liefste wat hij had gegeven en overgegeven heeft. Als wij zien hoe dat die meerdere Jozef, die gekomen is tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Die meerdere Jozef, die zichzelf Gods Zoon noemde. Die dan de zaligmaker zou zijn en die het per se niet is, want dat is onmogelijk, riepen de Joden. In zulke nederigheid, in zulke armoede dacht je dat dat de vervulling van de belofte was en dat dat de Christus was. Dat is onmogelijk. Ze verwachten de Christus met heerlijkheid in een pracht van een paleis. Zulk een verwachten ze, maar in zulke vernedering en zo nietig en in zulke armoede, nee, dat was onmogelijk. En nu heeft Christus, gemeente, veel meer haat en nijd, wrevel, vijandschap ondervonden van zijn broeders. Niet waar, want hij is gekomen tot het zijne. Zijn hebben hem niet aangenomen. Veel meer vijandschap en haat ontmoet van zijn broeders dan dat Jozef ervaren heeft van zijn broeders.
En daar was dan nog aanleiding toegegeven door Jacob. Maar de vader die heeft nooit geen aanleiding gegeven dat zijn zoon gehaat zou worden, gesmaad zou worden. En uiteindelijk heeft het geleid dat de zonen Gods vanwege de haat en de vijandschap terechtgekomen is aan het vloekhouderskruis. Hij moest voor voldoening zorgen. En als wij dan zien Jozef en waar de Heere die dromen hem gaf en hem openbaarde. En dat niet alleen dat, maar hij droomde nog meer een andere droom en verhaalde die zijn broeders en hij zeide, ziet, ik heb nog een droom gedroomd. Dus die ging het alweer vertellen. En zie, de zon en de maan en de 11 sterren bogen zich voor mij neder. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broeders verhaalde, bestrafte hem zijn vader. Dus de zon en de maan, de zon, die was dus een beeld van de heerschappij en de maan. De zon die de heerschappij heeft bij dag en de maan bij nacht. Hier wordt gezien dus op de ouders, de familiehoofden zouden we het kunnen noemen. En dan de 11 sterren, dat zijn dan de kinderen van Jacob. Dus wat heeft hij gedroomd? Die bogen zich voor hem neder. Dus de zon en de maan, dat betekent dus de ouders, de familiehoofden en die kinderen, zijn broers en zuster, die bogen zich voor hem neer. En dan moet er zulke gespannen toestand zijn. Eerst al met die schoven. En nu nog weer erboven overheen van die zon en maan en sterren. En daar hebben ze wel wat uit begrepen. Ze hebben er wel wat uit begrepen dat de Heere daarin sprak. Maar ze hebben het niet willen aanvaarden. Als het een van de andere broers geweest was, wellicht meer. Maar nu juist Jozef. Begrijpt u? Het is onaanvaardbaar dat lievelingetje van vader met zijn veelvervige rok die voorgetrokken wordt op allerlei wijze en dan nota bene dat hij die dromen nog openbaart dat wij het onderspit moeten delven, dat wij ons hoofd moeten buigen voor hem. Misschien hebben ze tegen elkaar gezegd, jongens, wat er gebeurt het. Maar voor Jozef in ieder geval nooit, hoor. Wat denken jullie ervan? Nee, ze waren het allemaal met elkaar eens. Ik geloof dat die man een hoogmoedswaanzin leidt. Het is ten toppunt gestegen wat die Jozef allemaal zegt en durft te zeggen. Haat en nijd, vijandschap. Dat was het. Dat heeft deze zaak ontketend. Dat neemt niet weg, gemeente, dat God voortgaat. Dwars door de verdrukking, dwars door de zonde heen, ook bij al het verkeerde en van de broeders en van Jacob, hoe het dan ook zij, God volvoert zijn raad. Daar moeten we erg in hebben. God gaat door. God bereikt zijn doel en oogmerk. En dit zijn dan allemaal nog maar van die voortekenen. En dat Jozef straks zover zal komen. Maar, en daar heeft Jozef geen erg in gehad. Wat er nog gebeuren moest. Eer dat het zover was dat ze zich gingen buigen, hoor, voor hem. Oh, wat heeft Jozef er nog diep doorgemoeten. Zoals de kerke Gods. Met de belofte die ze mogen verkrijgen. Er zo diep door moet.
door het onmogelijke heen. Waarom? Omdat de Heere zich alleen maar verheerlijkt wil zien in zijn eigen werk. En dat hij dat nu wil verheerlijken in en door mensenkinderen, dat is een andere zaak. Maar het gaat altijd om zijn eer en om de uitbreiding van zijn koninkrijk. Waar gaat het hier over? Dat hebben de broeders met al hun vijandschap en haat niet tegen kunnen houden. Dat de Heere Jozef wil afzonderen. Nee, niet omdat Jozef zoveel meer is en zoveel bijzonders is als die andere broeders. Maar gemeente verkoren. Hij, Jozef, is verkoren om straks een groot volk in het leven te behouden. En zo is nu die meerdere Jozef gekomen, opdat hij een volk in het leven zou behouden, door zijn volkomen offerandering, waarvoor hij komen moest naar de belofte des vaders, om alle gerechtigheid te vervullen. Hier op aarde haat en smaad en verachting, verguizing, kinnebakslagen in het aangezicht, gespuwd hij die nooit geen zonde gekend nog gedaan heeft. Maar hij heeft zich zonde voor ons gemaakt. O die meerdere Jozef die zijn kerk zo eeuwig lief had, maar ook zijn vader. Ook het heilig recht des vaders, want daarvoor heeft Christus gebogen. Daaronder heeft Christus gebogen. Om de wil des vaders te volbrengen in de verheerlijking van zijn recht als borg en middelaar voor heel die uitverkoren kerk. O gemeente, wel gelukzalig de mens die mag liggen onder het zegel der verkiezing om in de tijd te worden toegebracht. En dan zijn er onder de grootste struiken, hoor, en wat ze allemaal een keertje worden, net als Mephibozet. Die moest uitroepen, wat is het dat je hebt omgezien. Naar een dode hond als ik ben. O Jozef, die mag hier als een jeugdige en fiere, hoewel genade ontvangen. Die dromen doorgeven aan zijn broeders. Die het hem niet in dank hebben afgenomen. Dat neemt niet de weg dat God doorgaat. Het zullen we in het verder als de Heer het geeft dan wel zien. En als zij het aan zijn vader en aan zijn broeder verhaalde, bestrafte hem zijn vader. En zeide tot hem, wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Je moet eens een beetje bedaren. Dat gaat niet goed met jou. Denk je nou wel? Het is nu welletjes. Moet je een toontje lager gezingen, Jozef? En toch zou Jacob, gemeente, zou Jacob wel zo boos geweest zijn op Jozef? Wat denk je? Jongens, meisjes, zou die wel zo boos, of zou die misschien gedaan hebben alsof, want dat kan ook, hoor. Kunnen de ouders wel eens hebben met de kinderen dat ze zo boos niet zijn, maar toch, kind heb het nodig, toch doen of dat ik erg boos ben. Stem en gebaren enzovoort. Zou Jacob wel zo erg boos geweest zijn? Ik dacht van niet. Maar Jacob heeft zich overeind gehouden om ook nog te denken aan die broeders. Want Jacob die dacht, dat gaat niet goed met Jozef. Ze worden zo wit heet van nijd en van haat. Wat zal er toch gebeuren? En hoe gaat Jacob, waar de broeders bij zijn,
gaat Jacob zo spreken tot Jozef. Om die broeders een beetje tot bedaren te krijgen. Om ze nog een klein beetje in het gereel te kunnen houden. Want waarom zeggen we dit? Dat kunnen we zien in het laatste. Want zijn broeders dan benijden hem. Doch zijn vader bewaarde deze zaak. Dus dat wil zeggen dat Jacob, die mocht toch geloven. En die mocht er zoveel licht in krijgen. Dat hij dacht, dat is niet zomaar een waardeloze droom. Dit is een droom. Daar heeft de Heere wat mee te zeggen. Dat heeft Jacob gebracht tot overdenking. Dat heeft hij bewaard in zijn hart. We lezen het ook van Maria. Ja, we gaan niet meer zingen, oh, we gaan zo eindigen. Dat heeft hij ook gezegd van Maria. En zij bewaarde deze dingen die tot haar gesproken waren, overleggende die in de hart. Ze konden bij wijze van spreken beter overdenken en zo praten. Dat kan. En het kan ook zijn dat het overdag kan worden en dat men er niet over praten kan. Kan ook wel eens dat men het niet wil, maar ook dat het niet kan, maar overdenken. Jacob die heeft vast de Heere gesmeekt. Heere, wat hebt u daarmee te zeggen? Want het volk in Egypte dat werd geknecht door de farao. Welk een ellendige, droevige toestand waarin dat volk van Israël terechtgekomen is onder de ijzeren knoet van farao. Zullen ze daaronder omkomen en heel het geslacht uitsterven, waar het de farao uiteindelijk komt te doen. En nu is de Heere al bezig de voorbereidingen, gelijk als Mozes is voorbereid voor het volk. Later is de Heere nu al bezig met voorbereidingen, allemaal ten goede van zijn volk. Allemaal ten goede van zijn volk. Zoals Christus alles volbracht heeft tot zaligheid, tot volkomen verzoening van zijn ganse kerk. Wat staat dit door opmerkelijk, gemeente? Zijn broeders benijden hem. Ze hebben er nog niet zoveel uitgeleerd dat ze gebogen hebben voor Jozef. En uit eerbied voor de zaak Gods, die Jozef dit bekendgemaakt heeft. Maar Jacob, die mocht er verder in kijken. Dieper in kijken dan die broeders. Doch zijn vader bewaarde deze zaak. Daarom hebben we vrijmoedigheid om te zeggen dat Jacob die broeders wel bestraft heeft. En waar Jozef bij was in het openbaar. En dat hij zijn ongenoegen erover bekend gemaakt heeft. Maar dat hij meer gedaan heeft als op. Trouwens, het was ook zo, was het nu echt nodig dat Jozef dit nu in zo'n gespannen toestand verhaalde. Wat hem wedervaren is in de droom. Maar goed, het is gebeurd. En gemeente, trouwens, de haat en de vijandschap die Christus ervaren heeft, hoe het ook gebeurd was en welke voorbereidingen er ook getroffen zouden zijn, het had toch niet geholpen, hoor. Nee, dit was zeker het einde. Weg met deze, kruis hem. En vanwege de nijd gaan deze broers van Jozef, die gaan met elkaar vergaderen. Die houden vergadering, een geheime vergadering. Buiten Jozef om natuurlijk, maar reken erop, ze zullen we krijgen, hoor. Ze zullen wel een kopje kleiner maken. Gemeente, als het aan die broeders ligt, dan leeft Jozef niet lang meer.
dan is het gauw gebeurd met Jozef. Maar God regeert. Hij bewaart en beschermt zijn kerk naar zijn welbehagen. Want gemeente, als het aan de wereld en aan de godsdienst moest liggen, was er ook geen kerk meer. Kun je vast van op aan. Dan was er geen kerk meer. Maar er is nog een kerk, omdat God het wil. Omdat hij ze bewaart en behoedt en ontuint. O volk, dat dat meer is, overdacht mocht worden, ervaren mocht worden, de bijzondere bewaring des Heren. En dat tot eer en heerlijkheid des Heren. De Heere heeft er een bepaald doel mee. Als de Heere dat zelf niet werkte en zijn kerk niet bewaarde, ook hier in dit leven, was er geen kerk meer. God werkt alle dingen om zijn zelfs wil, ook het bewaren van zijn kerk hier op aarde. En ik weet wel, de duivel en al de vijanden kunnen niet één kind des Heren ooit slepen naar de rampzaligheid. Dat is onmogelijk. Maar daarom kan het wel bang gemaakt worden. Dacht u niet dat Jozef angsten gehad heeft? En wat zal Jozef beginnen tegen al die broeders? Dan moet hij het onherroepelijk verliezen. Maar wat Jozef ook mocht hebben, dat is de toegang naar boven. Dat is ook waar. En dan kunnen die broeders, die kunnen ook maar niet doen wat ze willen. Dan kunnen de vijanden van Gods kerk ook maar niet doen wat ze willen. Dan ligt het alles in zijn hand. O, wat komt de Heere dan toch alleen de ere toe. Want alles wat Gods kerk is, en wat ze nog zijn, het is alleen om zijnentwil. Alleen om zerenwil. Het is alleen om de Christus, de bewaarder Israëls, die niet slaapt, nog sluimert. Die heeft ook Jozef bewaard. Die heeft Jozef geleid. En dan komt het maar weer duidelijk uit, en straks nog veel meer vanzelf. De Heere die bewaart ze wel in de verdrukking, maar niet voor de verdrukking. Dat is ook waar. O, en u zal het goed uitkomen. Waarom? Het is ook niet de zaak van Jozef. En het is gelukkig ook niet de zaak van Jacob. En ook niet van de broeders. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. Eindigen wij met dankzegging, Heere, zo hebt u nog vanavond ons willen samenbrengen in uw huis. En dat in het onderzoeken van uw lieve woord en getuigenis, dan zijn er ook lessen voor ons en voor het natuurlijk leven, het huiselijk leven, het gezinsleven. Wat is uw woord dan rijk aan lessen, maar dat we er ook acht op mochten nemen, dat we er winst mee mochten doen. En dat niet alleen voor die lessen die betrekking hebben op de tijd van de continent dan. Gewisselijk, we hebben hier geen blijvende stad. Maar dat het lessen mochten zijn die houdbaar mochten zijn voor de eeuwigheid. Dat we genade mochten ontvangen. De vrezen des Heren mochten ontvangen, die doet wijken van de paden des kwaads. Wil het nog werken door de kracht van uw geest en wil nog geven dat we het herkauwen mochten gelijk de reine dieren. Wil zo het uwe nog gebruiken en zegenen voor het eerst of bij vernieuwing en wil het onze verzoenen. En wil zo ons gedenken bewaren, behoeden ook wanneer we deze plaats gaan verlaten. Brengen ons allen op de plaats van bestemming. Dek ons onder uw vleugelen
om Jezus wil. Amen. Onze slotzang zij, Psalm 95. En daarvan het tweede vers. De Heere is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken, diepst van Zaderijks ingewand het hoogst gebergd, is in zijn hand, het is al gehoorzaam op zijn wenken. Tweede van 95. Ontvang alle de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.